Ja, Tim Briers. Ik zal me even kort voorstellen. Ik ben vertaler van opleiding. Jaren in de farmaceutische industrie gewerkt. Begonnen bij mij te dagen dat werken in die industrie eigenlijk totaal niet voor mij was. Ik ben dan stilaan beginnen freelancen. Terechtgekomen in de laadpaalindustrie. Begon een website te maken, voor marketing beginnen te doen, de verkoop te doen. Nu zit ik eigenlijk een beetje ingepakken. Je weet waar deze industrie vandaan komt. 10 jaar geleden reed bijna niemand elektrisch. We zien de laatste 2 jaar een enorme stijging van aanvragen voor installatie van laadpalen. We moeten daar iets meer mee doen. Niet alleen qua adviseren van mensen over e-mobiliteit en het adviseren van wat voor type laadpaal ze nodig hebben voor welke wagen, maar meerdere bredere diensten aanbieden. Er zijn heel veel uitdagingen die we willen en moeten aangaan om dus heel wat doelstellingen te halen, maar niet alleen onze doelstellingen. Doelstellingen van iedereen. Het is aangekondigd dat we in 2025 wellicht stoppen met kernenergie. Ja, wat gaan de alternatieve energiebronnen zijn? Wie gaat dat bekostigen? Hoe gaat dat dan verrekend worden? Gaan we dan meer gaan focussen op zonnepanelen? En hoe gaat dat zich dan uitrollen? Verder is er de Europese Green Deal, die heel veel verwachtingen heeft van zowel de auto-industrie tegen 2030 als de overheden. Ik vind dat we daar als Belgisch bedrijf een maatschappelijke rol als bedrijf moeten spelen. Een partner moeten zijn voor zowel overheid als burgers, als bedrijven. Wat kunnen wij die markt aanbieden? Hoe kunnen wij mensen erin begeleiden om die doelstellingen te halen? En dat vind ik een zeer belangrijke, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit op een betaalbare manier gebeurt? We zijn nu aan het werken aan een businessplan voor een nieuw bedrijf. Ik verwacht de komende maanden dat wij gelanceerd raken en dat we dus ja, die diensten stilaan gaan kunnen uitrollen. We kunnen er niet omheen dat er problemen zijn met het klimaat. We moeten daar een antwoord op bieden in het kader van groene energie en niet koolstof. Dus toch iets om in het achterhoofd te houden.